Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 5 februari. Je hart bewaken. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 4, vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Spreuken 4, vers 23 zegt over je hart te waken, omdat het de koers van je leven bepaalt. Denk daarover na. Wat in je hart is, zal uiteindelijk in je dagelijkse leven te zien zijn. Wat er ook binnenin zit, vindt uiteindelijk zijn weg naar buiten, waar iedereen het kan zien. Alleen dat al maakt het zeer belangrijk om in de gaten te houden welke dingen wij toestaan om ons hart te vormen. Ik wil niet dat iets vervelends, zondigs en egoïstisch zijn weg naar buiten vindt en mijn relaties met anderen beschadigt. En ik denk dat jij dat ook niet zou willen. Een groot deel van het bewaken van je hart betekent dat je leert je gedachten, je woorden, je karakter en je zienswijze te beheersen. Wat je denkt, komt meestal naar buiten door wat je zegt. Wat je zegt, beïnvloedt hoe je je voelt en dat wordt zichtbaar in je houding. In de loop van het dagelijks leven is dit wat bepaalt hoe je omgaat met je omstandigheden. Of je rust hebt, of dat je in elkaar stort door een stressvolle situatie. Het bepaalt hoe je naar anderen reageert, of met mededogen en begrip, of met veroordeling en arrogantie, vooral als je het niet met hen eens bent. Je kunt proberen om te voorkomen dat je innerlijke gedachten, je woorden en houding beïnvloed wordt, maar ik vind het eenvoudiger om eerst goddelijke gedachten te hebben. Besteed tijd in Gods aanwezigheid en laat de Heilige Geest je hart vullen met zijn goedheid. Laten we samen bidden. Heer, ik wil dat mijn hart alleen gevuld is met gedachten en verlangens die van U zijn. Omdat ik meer tijd besteed in Uw aanwezigheid en mij uitsluitend op U richt, weet ik dat mijn hart ten goede zal veranderen, hetgeen mijn leven voor de rest van mijn leven op godvruchtige wijze beïnvloedt. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.